Afgelopen dinsdag hebben TWC Pijnenburg en IJsclub Tilburg... hun plan voor vernieuwing van het wielerparcours overhandigd aan wethouder Erik de Ridder. Het plan bestaat uit renovatie van het inmiddels ruim 25 jaar oude parcours. Die overhandiging, dat was wel heel mooi, die gebeurde door de oud-wethouder Jan Timmermans... die uh, verantwoordelijk was in de tijd dat het parcours is aangelegd. Dus 1991. Dus de uh, oude wethouder van toen... Die overhandigde het plan aan de sportwethouder van nu. Na al die jaren is het asfalt aan vervanging toe. Dat is ook bij de gemeente Tilburg niet onopgemerkt gebleven. Begin van dit jaar hoorden wij van de gemeente dat ze een nieuwe toplaag asfalt op het parcours wilde leggen. Want 1991 en nu dat is al dik 25 jaar dat de baan er ligt. En dat was in die tijd een fantastische baan. Ook Martijn, een wielrenner bij TWC Pijnenburg, vindt dat het asfalt wel opgeknapt mag worden. Het zou wel leuk zijn als er een paar dingetjes worden vervangen, maar ik vind het nogal een prima parcours. Misschien het asfalt een beetje vernieuwen of zo. Het plan bestaat niet alleen uit renovatie van het asfalt, maar ook uit vernieuwing van het parcours. Daar kan volgens Bram nog wel wat aan veranderen. Het parcours is nu vind ik af en toe redelijk saai. Je hebt het ook na een aantal jaar dat je traint, heb je het ook wel gezien. Het zou wel leuk zijn als er bijvoorbeeld een klimmetje in komt of een zijstrookje of zo. En wat meer variatie gewoon. Natuurlijk liefst volgend jaar wel op dat asfalt gereed hebben. Maar we kunnen een aantal dingen natuurlijk ook in de komende tijd doen. De wethouder heeft in ieder geval aan de wielerclub laten weten dat ze voor het eind van 2018 uitsluis zal krijgen.